Dit is schippapier. Met een gekleurde kuip. En dat wordt met deze zeven gemaakt. En zit het watermerk zit er ook in. Met deze kuip. Nou zijn ze alle twee vol. En dan kan er papier gemaakt worden, Arie. Ja, straks na de koffie, dan ga ik daarmee beginnen. Precies. Alle twee vol, volle bakken. Hij wordt ook weer in het werk gezet.
En die moeten we ophangen. Je kunt ze ook met de kerst gebruiken. De kleur is goed. De kleur is goed. Ja, dat is speciaal touw, hè? Dat het niet afgeeft, hè? Ja, maar geen vet afgeeft. Nee. Wat is het voor soort touw? Nou, het heet vijgentouw, maar het valt aan. Vijgentouw. En je hebt dubbel lagen. Bovenin hangen ze ook. Oh, je kan er wel 1, 2, 3, 4 lagen boven elkaar doen. 5 zelfs. Ja, je kan er heel snel. Kanon is zich. Want kijk maar, 1, 2, 3 en dan boven ook nog 2. En dan is een hele schuur vol. Dat zijn er nogal wat. Daar kun je miljoenen kaartjes op hangen. Ik ook vroeger met heel veel mensen. Er waren hier elke dag 2 man bezig om te hangen. De hele dag door. Ieder meer dan 1000 vellen, maar dan wel grote vellen. Ja, natuurlijk. Want dit hadden ze niet. Nee, maar dat maakte ze. Dit heb jij zelf bedacht. Nou, de klant vroeger. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment dat er toch andere mensen het ook zien en dan willen ze het hebben. Kruiwagen, een apart ding, hè. Ze komen gewoon van de machine af, die moeten drogen. Oh, nee, maar zijn ze wel geperst? Ja. De vocht eruit. Ja, en dan... Hier hangen ze dan te drogen en dan gaan ze naar de kalander toe, of... Heet dat zo? De kalander. De kalander. Gepest, gelanden, weer gepest. Afgeteld. Ja, we zijn er. Open naar de Leeuwen kant. De Leeuwen kant. De Leeuwen kant, ja. Waar de wind niet vandaan komt. Zo, de kar is helemaal leeg. Steekwagen. Papier een beetje schoonmaken, uitzoeken. Waar is die auto het werk vandaan? Ja. Zo. Dat zijn unieke beelden. Ondraaggewicht.
Arie, dan heb ik nog een vraag. Ik zie hier een soort arm liggen en daar kan daar een gewicht in, zie ik. Ja, dus die arm, dat is gewoon een hefboom. In dit kistje, daar gooi je wat gewicht erin. Ja. En die drukken hier vooraan, ja, op die paal. Op die paal, daarop? Die paal staat boven op de kalander. Dus de bovenste rol van de kalander, ja, die wordt met 1500 kilo op de onderste gedrukt. 1500 kilo. Die andere stang daarvoor, dat is om het de boel vast te houden. Er staat hier dat gewicht op. Ik druk die rollen zo naar beneden. Een hefboom. Net zoals een vang. Zelfde idee. Heb je dit ook? Alleen dan is het even kleiner. Van hem ook nog van de andere kant filmen. Er zit waarschijnlijk geen gewicht in. Zoals waar genoemd, denk ik. Nee hoor, dat echt die aan het werk is, daar zit gewicht in. Gaan we even kijken. Ik heb er twee kalanders, dus daarachter, dat is achter die zeilen, daar loopt er nog een. Daar zit er nog eentje, ja. Daar liggen de gewichten. Ja, want deze heeft dan niet de gewicht in. Deze heeft geen gewicht in. Maar hier zitten wel de gewichten in. Hier liggen een beetje in het donker. Tussen de zomerzeilen. Dat is even en die hendel die je overhaalde, Arie, dat is, die zit daar aan vast. Dat is die stok die daar schuin staat, die, ja, beneden heen en weer bewegen. Ja. Dan gaat dus dat staande spilletje, die gaat opzij. En dan gaat die in of uit zijn werk. Ja, ja. Dus dat komt helemaal van de koningsspil tot hier in de bakkamer. En dan gaat die nog een keer naar beneden. En waarvoor dienen die touwtjes? Dat is een pal. Als je in zijn werk hebt zo nu, dan is dat pal naar beneden. En als je een touwtje trekt, dan gaat de pal omhoog. Dan kan niet meer uit zijn werk. Ja, ja. Ik zal het je laten zien. Dit blijft staan. Ik blijf staan. En dan gaat Arie aan de touwtjes trekken. Dat zie je dan natuurlijk hier van dat doet. Krijg je ruzie met Bart? Ja, dan krijg je ruzie met Bart, ja. Gaat die, hoppakee. Alles een beetje aan het smeren. In het hout van die rollen. Ongelooflijk mooi. Kom nog wel wat. Die zoon gaat pittig door. Bart. Even een beetje het papier een beetje schoonmaken, uitzoeken. Nou, dit is klaar. Zo ziet het eruit voor het geperpt is. Nou, voor het kalanderen. Voor het kalanderen, ja. Het beste dat je op het vlak te maken. Kalanderen is op het vlak te maken. En dit is dan daarna. Nou ja, dit is er al uit nu. Hè, in dit. Nou, je blijft hem altijd zien. Doe je het licht wat vallen. Mooi, hè? Daarna wordt het weer gepest. Dat het vlak wordt. Want het trekt natuurlijk een beetje rond door de klanden te gaan. Ja. Mooi hoor. Van boven naar beneden.